Een hele goede morgen. Wij gaan lekker fruithapje eten. Het was een beetje allemaal hectisch vanmorgen. Jordi had uitgeslapen en hij wilde niet eten enzovoorts. Dus ik ben een beetje ruzie aan maken geweest met hem. Maar hij is nu weer een beetje vrolijk. Dus het komt allemaal goed. Jordi is weer zo moe dat hij een lachkick heeft. Moeten we even gebruik van maken, hè? Touwtje los. Zeg maar, wij gaan nou een flesje eten. Ja, en dan ga ik slapen. Kijk eens, wat hij voor jou heeft. Up. Lekker flesje. Zeg maar tot strakjes, mensen. Er is iemand wakker. Hey, had jij lekker slapen gedaan? Ja, vind ik ook. Maar volgens mij heb je Stinky gedaan. Ik ga even uitzoeken of dat die Stinky heeft gedaan. En daarna laat ik het soepje geven. En volgens mij moet ik ook iets naar de winkel om iets te halen. Nog even. Zijn we thuis? Ik heb net Jordi eten gegeven. En zelf gegeten. Huh? Ja. Nou ga ik nog even met Jordi spelen. Gaan we lekker spelen? Geef me de 5. Geef me de 5. Ja, oh, kreeg ik 10. Ik krijg gewoon 2 handjes. Doe maar vertellen aan papa. Boo. Jullie die je lachen, hè? Papa schommelen met jou. Ja. Dat is leuk. Ja. Lekker ding. Lekker ding. Dan laat ik hem zeg maar zweven. Yay! Geschoven met papa! Thank you.
Goedemorgen. Wij hebben vanochtend al fysio gehad. En ik heb dat niet gefilmd, want ik kan haar gezicht niet filmen of ik wil haar gezicht ook niet filmen. En ze was heel intensief met Jordi bezig, dus dat ging gewoon weg niet. Ik ben gisteren vergeten de ups en downs af te sluiten voor de dag. Ik was zo moe dat ik op tijd naar bed ben gegaan en Niels was naar een vriend van hem. En ik was hier aan het opruimen en alles geweest, dus ik had Niels op een gegeven moment geappt van ik ben zo moe. En ik heb al naar kaboutertjes.org gemaild met de vraag of dat vanavond alsjeblieft kaboutertjes hier de boel even willen stofzuigen en dweilen. En blijkbaar hebben de kaboutertjes dat ook gedaan. Nee, Niels heeft gewoon netjes voor mij even gestofzuigd en gedweld, heel lief. Ja. En nou heb ik net een fruithapje van Jordi klaargemaakt. En dan gaan we even een fruithapje doen. En dan gaan we verder zien wat onze dag brengt. Deze kleine schat was zo verschrikkelijk moe. Dat ik hem een flesje heb gegeven en nou gaat hij lekker naar bed. Hij is zo schattig. Hij is gewoon te schattig. Ik ga hem even lekker naar bedje brengen. En dan ga ik jullie even zelf eten. En een paar dingetjes doen. Aanrecht even opruimen. Wasje ophangen. Enzovoort. Kortom. Huismama spelen. Er is er weer een wakker. Ik ben even een soepje aan het warm maken. En dan kan ik hem even soepje geven. Aankleden. En dan gaan we even naar de winkel toe. En ik vind het irritant om iedere keer te bedenken wat we eten. Echt, dat blijft een ding. Maar ja, ik doe ondertussen maar mijn fantasie even op hol laten slaan met wat we eten. Het blijft wel een ding hoor. Met het idee van, wat zou ik nou weer eens maken? Wat lust Jordi? Wat heb ik nog voor Jordi? Wat wil ik graag eten? Wat zou Niels lekker vinden? Ja. Inmiddels zijn wij weer thuis. Jordi is zijn ding aan het doen in de box. Ik ben ondertussen al eten aan het koken. We eten gekookte aardappels, rode kool met appeltjes volgens mij. Ja, rode kool met appeltjes. Ik doe altijd uit de vriezer pakken. En ik maak gehaktballen. Ik zal heel eventjes de camera draaien, dan laat ik het even zien. De gehaktballen staan aan, aardappeltjes en zo, dat snappen jullie wel hoe dat eruit ziet. Dus ja, ik denk dat de liefde van Niels naar vandaag weer helemaal terug is, want Niels vindt gehaktballen altijd heel lekker. Dus ja, dan ga ik even verder met mijn eten enzovoorts, met Jordi denk ik even spelen, want Jordi is ook een beetje aan het rotzakken. Boom! Ik denk dat het dadelijk huilen wordt. Inmiddels is Niels weer thuis. Hebben we gegeten, gedronken. Is hij nog eventjes lekker met Jordi aan het spelen. In de maneschijn. Klom Jordi op het trapje naar het raamkozijn. Maar je raadt het niet. Zo doet de vogel en zo doet de vis. Zo doet hem duizendpoot die schoenen poetsen. En dat is één, en dat is twee. En van je dikke tante Kee. En dat is recht, en dat is krom.
En zo draaien we het wieletje weer. Bom, bom. Niels gaat nog even lekker verder spelen met Jordi. En dan is het alweer tijd om Jordi naar bed te doen. Flesje naar bed doen. De avond is weer voorbij. Jordi is één keer een beetje wakker geworden. Maar ik ben een beetje aan het uittesten wat ik moet doen. Dus nu had ik mijn hand op zijn gezicht gelegd en een beetje zo gewreven. En ervoor gezorgd dat hij mijn arm even vast kon houden. En die heb ik laten vervangen door een knuffel. En hij is weer lekker verder gaan slapen. Dus ik denk dat we het veel opnieuw hebben uitgeronden. Ik was helemaal trots. En verder heb ik nog de was gedaan en dingetjes. En ja, jij hebt... Ik ben even bij Roel geweest. Ja. Deze ups en downs gaan we nu afsluiten. Morgen moet ik deze weer uploaden. En morgen weer een nieuwe dag. En we gaan lekker slapen. Wel trusten. Slaap lekker.